Ze zijn weg voor de Jumbo's aan de grote prijs. Steven Excel, Schrijnberg, 17 ronde. En we wensen alle rijders heel veel succes toe in deze wedstrijd. 17 ronde, 17 lap. Super Tour. Ja, met Jordens, de man aan de leiding, die daar vraagt om over te nemen en door te rijden. Die zat al bijzonder goed tegen de vorige premies vanaf het einde van de vijfde ronde. 10 ronde lang premies vanaf het einde van de vijfde ronde. De Robin van Oostland is de man die rijdt, de komt al 100 en achteraan is het. Hij is er! Dat is vanaf de uitstrek. Vragen aan de jury om even gezond te houden aan de lijn. En dit op 15 ronde van het einde. Dus dat is voldoende, denk ik. Het is Arnoy Jennen. Arnoy Jennen is een van hen. Hey, Jules! Dat is aan het gebeuren, hè? Voilà, 13 seconden voorsprong op dit ogenblik. 13 seconden voorsprong. Voor de kant en hier de reactie in het peloton. 9 ronden nog en hier het grote pak. Valt op 13 seconden van de kopgroep van zo'n 20 renners. Dit op jij bezig. De schokker door 1 uur, Hans Thijs is opnieuw voor Bellis, Jarno Bellis. En ze komen hier opnieuw aansluiten in aankomst van alles is te herdoen. Hergroepering. Voor iedere hergroepering. Hallo, we kijken toch in af, de in de auto, Hans. Wat een afstandje. En we krijgen hier in aankomst kom op. Met Michiel Heel, met Jordens, met Jarno Bellis. Jarno Bellis is 11 seconden het verschil. 11 seconden. 11 seconden en het is zoeken bij Niel Meulemans. Afdrongen weer af van hier. En we hebben weer gepakt. Niel Meulemans, de man aan de top van de Verpoli. En kom op, Jules. Met de winst voor Jarno Bellis opnieuw.
30 seconden voor dit duo. Het is Daan Marien, het is Daan Marien hier. 38 seconden voor de peloton. 38 seconden achterstand voor de peloton. Maar het valt ook met elkaar in verschillende groepjes. En ze beginnen hier al met wegwerpgebaren op 5 ronden van het einde. Kom opnieuw. Wat moet je zeggen? Hij kan op shoes. Dit met nog 3 ronden af te leggen. En de achtervolgers komen niet terug tot al 20 seconden. 20 seconden achterstand voor dit groepje. Met die Parlenega en een van hen, met Joren Segers. Met de Gerrit Duitsel. De andere die lijkt naar de schoonlijke groepje, dat is op 50 seconden. 50 seconden. Dit groepje om 1 minuut staat de kop van de wedstrijd. Dit met nog 3 ronden aan te leggen. Nog 3 ronden. En hier is de peloton op 1 minuut en 10 uur. Peloton op 1 minuut en 10 met Daan Marien die de beurt overslaat hier. Neem je zijn andere kijk. 3 ronden nog een koor. Nog 3 ronden aan te leggen. Nog 3 ronden. Nog 3 ronden aan te leggen. Goed zo. Die op het wegwerp gemaakt was. Dat moet overgenomen worden door Lars Heijlen. Terwijl Red van Rijn het vader had gegeven. Nog 2 ronden, nog 2 ronden nog. En de volgende stijl gaat komen bij de 50 seconden. Nog 2 ronden, 2 ronden nog. 2 ronden. En daar de grote peloton op bij 1,35. Twee ronden aan te leggen in deze groep wordt om 1 minuut 35. Ze kunnen niet meer de boezek indraaien. Laatste ronde mannen. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Dan heeft het verschil. Maar ook zij hier gaan de laatste ronde in een nieuwe plaats. Op 1 minuut en 10 volgen ze. Laatste ronde man. Laatste ronde. Laatste ronde. Dat is al een groot verschil. Maar ze gaan die laatste ronde nog volmaken. Laatste ronde man. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde nog volmaken. Wow, daar draaien ze. Ze zijn gedraaid. We gaan dus naar de streek. We komen de kopgroep in 2 delen gesplitst. We gaan naar de finale, we gaan naar de ontknoping. Wie pakt de grote prijs? Cedric Sels. Wat is de Rutger Wouters. En dan zien we daar ook Tim Verledegen op het stuur slaan als de derde man in de wedstrijd. Hier komt Joren Segers. Net een prijs van 2-3 zit. Hier is de plaats voor Nieuw-Meurland. Dat we hier nog een groepje krijgen. En als uitpers zou ook het parcours draaien achteraan of zijn alsjeblieft. Het is nog een tochtje naar de hand van Sisse Dux. Die het voor het ons per 2 te winnen.